Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Ik maak bijna geen weekendvideo's meer, maar vandaag zit ik er weer. Want het leek me super leuk om ook eens zo'n video op te nemen waarin je ingaat op veronderstellingen. Vaak zijn die juicy Q&A's en die roddelvideo's een beetje te heftig voor mij. Maar een video over veronderstellingen leek me wel heel erg leuk. Dus ik heb er echt heel veel binnengekregen. En ik ga gewoon vanaf het begin beginnen en er een paar uitpikken die ik het interessantst vind. Op sommige zijn niet heel spannend, maar daar ga ik dan wel gewoon even heel kort op in. Omdat ik het toch wel leuk vind om ze even te benoemen. Dat je jaloers bent op Masha. Nou, nee. Dat je niet zonder make-up de deur uit durft. Het is wel zo dat ik me echt in de winter in Nederland niet heel chill voel zonder make-up de deur uit. Het is niet dat ik het niet durf, maar ik kom zoveel mensen tegen. Als ik dan een keer zonder make-up naar de Action ga, kom ik altijd een kijker tegen die op de foto wil bijvoorbeeld. Als ik naar de Albert Heijn ga, kom ik ouders tegen van kinderen uit mijn klas. Of van ouders van stages van vroeger. Of ik kom mensen uit Weesp tegen, want daar woon ik natuurlijk al super lang. Dus en dan vind ik het gewoon niet zo chill als je iemand na 3 jaar weer een keer ziet. En je ziet eruit alsof je al een week niet geslapen hebt. Dus liever niet. Op vakantie merk ik als ik een kleurtje heb en een beetje uitgerust ben, dat ik er minder moeite mee heb. Maar liever niet, nee. Dat je eigenlijk heel zelfverzekerd bent, maar je doet van niet omdat je relatable wilt. Ik snap hem niet helemaal. Maar ik doe me eigenlijk nooit anders voor dan dat ik ben. Dat probeer ik heel erg te doen. Dat is ook wie ik ben. Ik kan dat ook bijna niet echt, maar heel anders voordoen. Maar als ik onzekerheid uitspreek, dan ben ik ook echt onzeker. En er zijn juist heel veel momenten dat ik juist denk van Charlotte, hou gewoon even je mond. En dan zit ik weer in Lotte vlog en dan zeg ik weer van ik zie er niet uit. En dan denk ik, zeg dat nou niet, weet je wel. Dus dan voel ik dat op dat moment echt wel. Maar ik ben over het algemeen niet super onzeker. Ik heb gewoon onzekere momenten waarin ik vind dat ik gewoon een realistisch beeld van mezelf heb. En ik heb ook momenten waarop ik wel zeker van mezelf ben. Dus maar het is in ieder geval allemaal echt. Dat je vroeger een losgeslagen kind was die alles deed wat niet mocht. Nee, zeker niet. Ik mocht juist eigenlijk alles wel van mijn ouders gewoon doen. Als in, ik mocht laat thuiskomen wanneer ik wilde. Ik mocht, mijn moeder zei op mijn 12e of zo, wil je een keer wijn proeven, weet je, op die manier. En daardoor had ik denk ik juist die behoefte niet heel erg. Ik was juist eerder een beetje een kluizenaar. En ik heb wel van alles ontdekt gewoon in het leven en dat soort dingen. Maar ik was echt geen losgeslagen kind. Nee, ik was wel best wel een pittige puber. Maar dat kwam meer door dat ik hoog in mijn emoties zat. Dat je liever ontslag neemt. Nou, echt niet. Nee, ik begin me steeds meer thuis te voelen op mijn werk. En ik heb het heel erg naar mijn zin. Dat je altijd heel blij doet, terwijl je nooit blij voelt. Nee, ook niet. Wat ik al zeg, wat je ziet in mijn weekvlog, en daar zie je me over het algemeen. Ik ben echt helemaal mezelf. En ik vind juist dat ik in heel veel beelden altijd heel erg zeur en moe ben en dat soort dingen. Dat ik denk, kom op Charlotte. Maar dat wil ik toch laten zien. Ik ben wel iemand die, wat ik al zei, hoog in haar emoties zit. Dus ik kan best wel verdrietig zijn. Ik kan boos zijn. Ik kan ook heel blij zijn. Heel gelukkig zijn. Best wel van die pieken hebben. Ja, maar als ik blij ben, ben ik echt blij. Ik voel me, ik spreek ook heel erg uit van, oh, ik voel me nu gelukkig. Ik voel me nu blij of niet. Een supergevoelig, snel geraakt persoon bent. Ja, klopt. Maar ik heb wel heel erg geleerd om daarmee om te gaan. Dus dat betekent dat als ik een nare opmerking krijg, dat ik daar niet om loop te huilen. Het is meer dat ik, ik ben wel een emotioneel persoon. Weet je, ik voel snel dingen. Ik voel snel mee met dingen. En ik zie snel dingen en daar kan ik soms wel verdrietig van worden. Maar niet meer in de zin van, mij raakt alles maar. En als je iets lullig zegt, dan raakt het me dat niet echt. Ja, ik ben wel echt een heel erg gevoelig persoon. Ik ken ook best wel veel mensen die totaal dat niet hebben. En overal heel makkelijk in het leven doorheen gaan. Omdat ze gewoon minder voelen in die zin. Dus ja, dat klopt misschien wel. Dat je een meeloper was met Rebecca, Christina, et cetera. Nee, nee, nee. Ik ben nu echt alles aan het ontkrachten, maar het is gewoon echt niet waar. Ik ben alles behalve een meeloper. Ik heb ook, dat weten zelfs de kinderen in mijn klas, als ik ergens een hekel aan heb, is het meelopen. Ik was vroeger zelfs iemand dat ook al werd ik zelf gepest. Als ik zag dat iemand gepest werd, ging ik het voor diegene opnemen. En zou ik nooit hebben gedacht, ik ga nu mee pesten, want dan ben ik beter. Of ik doe mee met die en dit, want dan krijg ik dit en dat. Ik ben daar best wel heel erg mezelf en ik doe echt precies wat ik zelf wil. Ik ben echt alles behalve meeloper. Ik ben een van de minste meeloper personen die ik ken eigenlijk. Lekker arrogant dit, maar het is wel zo. Nee, ik heb een hekel aan meelopen. Echt waar. Ik doe dat juist absoluut niet. Dat je overdag gezond eet, maar je 's avonds laat gaan en dan te veel snackt. Nou, nee, ja.
Ik zou wel zo kunnen zijn, maar dat doe ik dan bewust niet. Ik heb wel dat ik echt inderdaad op mijn werk super goed op mijn eten let en thuis op mijn vet veel honger heb. Maar ja, in periodes zoals nu dat ik dus goed met mijn lijn bezig ben, doe ik dat soort dingen dus niet. Maar ik ben wel zo'n persoon inderdaad, dat je dan thuis komt en denkt, oké, ik heb nu zo gezond gegeten, ik heb honger. Maar ik heb nu juist geleerd om overdag wat meer te eten, zodat je dat soort dingen voorkomt. Een consequente juf bent die duidelijk weet hoe je het wilt hebben in de klas. Dat klopt. Ga ik verder niet te lang op in. Klopt echt wel helemaal. Een lief persoon die altijd het beste wil voor iedereen. Klopt ook. Ik ben ook iemand die ook het beste voor zichzelf wil. Dit was eigenlijk een hele lieve veronderstelling die ik nu wat negatiever maak. Maar ik vind het heel belangrijk dat mensen van wie ik hou, maar ook mensen eigenlijk om wie ik niet eens geef, dat die blij en tevreden zijn en dat die het goed hebben. Maar dat wil ik ook voor mezelf, zeg maar. Dus ik ben niet iemand die zichzelf wegcijfert daarin. Dat je een mega flap uit bent en sneller praat dan je denkt. Ik weet dat ik heel snel praat, dus dat klopt, maar niet sneller dan ik denk. En dat ik een flap uit ben, klopt ook. Maar ik denk dat mensen van mij een beeld hebben dat ik alles maar zeg wat ik denk. En dat is echt niet zo. Ik ben wel echt een persoon die gewoon lekker zegt wat ze denkt. Maar ik weet echt wel wanneer ik mijn mond moet houden. Ja. Ik denk dat je heel lief bent, maar dat je uit de doodshoek heel boos kan worden. Ik kan heel boos worden, ja. Dat kan ik echt. Wat ik zeg, emoties. Ik kan boos zijn, ja. Maar dat heeft inderdaad... Het klopt ook dat ik lief ben. Ik denk dat kinderen op je werk over je heen kunnen lopen, aangezien je altijd zo lief bent. Nee. In mijn eerste stagejaar vond ik het heel belangrijk om leuk gevonden te worden door de kinderen. Maar dat heb ik echt heel snel afgeleerd. De kinderen vinden me hartstikke leuk, maar... Dat je maar denkt, oh, ik moet nu heel lief zijn, want anders vinden de kinderen je niet leuk. Nee, zo werkt het niet. En ik laat zeker niet over me heen lopen. En de orde en alles in mijn klas is eigenlijk echt supergoed. De kinderen luisteren goed en we hebben ondertussen ook heel veel lol. Dus dat klopt niet. Dat je heel mooi bent, maar veel te onzeker over jezelf. Nou, het is eigenlijk precies wat ik net zei. Ik ben best wel streng voor mezelf als in wat ik dan als realistisch zie. Ik weet gewoon wanneer ik weer ben aangekomen. Ik weet wanneer mijn huid slecht is. Ik weet... Dus dan kan ik daar onzeker over zijn, maar meer in de zin van, ik vind dit niet mooi. Ja, dat een beetje. Dat je erg kritisch bent op anderen. Ja, dat klopt denk ik wel. Ik ben best wel heel erg kritisch op mensen. Ik vertel mensen dat op zich ook wel. Ik ben er wel eerlijk in. Anderen doen dat daardoor ook weer bij mij. En ik ben ook niet zomaar met iedereen maar bevriend of dat soort dingen. Ik wil altijd met iedereen cool zijn in het leven. Vind ik leuk en belangrijk. Maar ik ben inderdaad wel kritisch, ook wat betreft vriendschappen, of wat betreft wie ik in mijn leven wil. En ja, ik ben wel kritisch. Ook weer omdat ik denk ik wel gewoon gevoelig ben. Dat je zoveel hard werken niet lang vol gaat houden, dat denk ik niet. Dit geeft me echt super veel energie. Ik heb wel momenten dat ik denk, oké, nu moet ik even stoppen. Dat deel ik ook altijd weer in mijn weekvlogs. Maar... Ik weet dat mensen ook, weet je, mijn ouders zeggen ook wel eens van, oh, is het niet te veel? En op mijn werk is het niet te veel. Maar ik hou het op dit moment gewoon heel erg goed vol. Het geeft me ontzettend veel kracht. En ik denk dat ik ook wel iemand ben die gewoon lekker bezig wil zijn. En ik doe precies wat ik leuk vind. Dus ik denk dat dat niet klopt. Door je sushi to go video vind ik je echt arrogant en verwend overkomen. Dat snap ik ook wel. In die video ben ik zo kritisch. Niet normaal van, dit is echt niet lekker. Dit en dat. Maar hey, ik ben niet arrogant. Mensen denken dat wel soms, omdat ik ook soms zo kijk. En soms heel vrolijk en uitgetogen ben en aanwezig op een feestje of zo. Dan denken mensen, oh, zij is echt zo'n arrogant iemand. Maar eigenlijk iedereen die mij ongeveer een uur kent, weet dat ik niet arrogant ben. Ja, dat hoor ik wel vaker van, oh, nu ken ik je en je bent echt helemaal niet arrogant. Ja, dit is eigenlijk wel precies wat ik net zei. Je bent heel erg zorgzaam voor anderen, maar je doet wel lekker je eigen ding. Dat klopt, precies. En ik vind het heel belangrijk om eigen ding te kunnen doen. En ik heb heel erg vorig jaar vooral gemerkt dat als er mensen zijn die mij beperken in het kunnen doen van dingen die ik leuk vind. En het zijn niet mensen als je ouders of wat dan ook die je al lang in je leven hebt. Mijn ouders beperken me niet hoor. Maar ik bedoel, als ik die mensen niet in mijn leven hoef te hebben, dan heb ik dat ook liever niet. Maar ik ben inderdaad wel zorgzaam voor anderen. Heel veel lieve reacties, echt heel veel. Dus die sla ik even over. Dank jullie wel daarvoor. Maar ik denk dat mensen dat saai vinden als ik allemaal lieve dingen over mezelf ga vertellen. Ik denk dat je veel oppervlakkige vriendschappen hebt en weinig diepe. Nee, nee, nee. Compleet opposite. Echt compleet.
Ik heb juist eigenlijk alleen maar diepe vriendschappen. En ik heb heel weinig... Ik heb natuurlijk wel kennissen. Maar ik heb heel weinig erbij vriendinnen of groepjes met wie je... Dat je het met sommigen helemaal niet heel goed kan vinden. Maar het zijn gewoon je vriendinnen. Nee, totaal niet. Ik heb juist echt een handvol hele goede vriendinnen die alles van me weten. Eigenlijk bijna al mijn vriendschappen zijn ook al heel langdurig. En die zijn alles behalve oppervlakkig. Ik heb juist heel veel vriendschappen. Ik had veel meer vriendinnen zeg maar kunnen hebben in mijn leven. Die ik eigenlijk zelf een beetje heb afgehouden. Omdat ik me daar dan niet 100% goed bij voelde. En ik juist alleen maar diepzinnige... Noem ze dat? Diepzinnig? Diepe. En juist alleen maar diepe vriendschappen wil. Anders... Ik wil mijn vrienden ook op regelmatige basis kunnen zien. En daar had ik in het verleden best wel moeite mee. Omdat ik dan heel veel aan het studeren was en zo. En als ik 15 vriendinnen heb, oppervlakkig, ga ik continu met iedereen afspreken. Kom ik nooit aan diepzinnigheid toe. En nee, dit is echt 100% the other way around, zeg maar. Nee, ik hoop ook niet dat mensen echt dat denken. Maar goed, dat je graag kinderen wil in een nabije toekomst. Dat klopt. Op het moment, ik wilde 2 jaar geleden of zo, volgens mij, wel echt al snel kinderen. En op het moment heb ik iets van, nou, het kan nog wel heel even wachten. Maar ik wil altijd wel graag op mijn 30ste moeder zijn. Maar ja, ik heb nu ook weer geen partner en ik stress er totaal niet om of iets hoor. Dat je studie zonder moeite gehaald hebt. Nee, ik heb er 6 jaar over gedaan. Ik heb een concentratieprobleem. En het was heel erg lastig voor mij. Daarbij ben ik heel erg onzeker geweest in mijn stageperiode. Door een stagebezoek dat ik een keer heb gehad door iemand die uiteindelijk ook ontslagen is en zo. Maar daardoor heb ik ook echt voor gekozen om langer over mijn opleiding te doen. En ik wilde meer stageervaring oplopen. Dus het was echt helemaal geen makkelijke periode. Nee, zeker niet. Aan het begin dat jij zeurde, maar die mening is veranderd. Ja, als je me beter leert kennen, weet je dat ik niet zeur. Maar dat ik gewoon eerlijk vertel wat ik ergens van vind. Dat je een huismus bent die houdt van thuis zitten. Dat klopt wel. Ik heb wel echt geleerd om ook lekker de deur uit te gaan. En daar heel erg van te genieten. Maar mijn avondjes na mijn werk lekker op de bank. Dat is echt dat maakt mij heel gelukkig. Daar geniet ik heel erg van, ja. Dat je soms te lui bent om te douchen terwijl het echt moet. Nee. Ik vind juist dat ik zelf wel wat minder zou mogen douchen eigenlijk. Wel met mijn haar wassen. Dat ik denk, maar ik doe het uiteindelijk wel. Want anders word ik gek als mijn haar vet is. Dat je iemand bent die graag bezig is en nieuwe dingen uitprobeert. Klopt, ik ben daarin heel impulsief. Impulsief op een goede manier. Ik had het er gisteren nog over met Sarah. Die zei ook van dat ze dat dus een leuke eigenschap vindt. En dat vind ik zelf eigenlijk ook. Heel veel dingen die ik heb opgebouwd in mijn leven waren impulsief. Als in, hey, dit wil ik. Kort erover nadenken en het doen. En als het niks is, dan kom je daar wel weer achter. Maar meestal, tot nu toe, is het eigenlijk altijd wel goed. En heeft het positief uitgepakt. Dus dat is denk ik wel een kracht van mij. Daar ben ik heel erg blij mee. Je alleen maar met andere YouTubers omgaat, omdat je zo ook populair wordt. Hoe kom je daarbij? Als ik iets niet ben, is het dit. Ik collab super weinig. Ik spreek bijna nooit met andere YouTubers af. Ik heb echt heel veel kansen laten lopen eigenlijk om collabs aan te gaan en dat soort dingen. Omdat het gewoon voor mij niet mijn fulltime baan is. En ik andere prioriteiten belangrijker vind. Als in bijvoorbeeld met Lot echt een vriendschap opbouwen. Nee, dat klopt echt zeker niet. Nee, ik ben helemaal niet zo heel zakelijk daarin. En zou ook best wel wat meer kunnen zijn hoor. Kan ik ook wel, maar... is niet helemaal mijn ding. En wat ik eigenlijk ook heel erg ben... ik kan als ik iemand niet leuk vind of wat dan ook... dan kan ik ook niet nep tegen diegene gaan doen... om daarmee maar groter te worden of wat dan ook. Dat past gewoon helemaal niet bij wie ik ben. Dus ik doe lekker mijn eigen ding. En ik ga helemaal niet heel veel om met andere YouTubers eigenlijk. Niet dat YouTubers stom zijn of zo hoor. Daar helemaal niet van. Maar meer... ja, het loopt zoals het loopt. En ik maak nooit daarin bewuste keuzes van... oh, ik ga nu dit doen, want dan word ik groter op YouTube. Nee, zo ben ik niet. Een persoon die positief in het leven staat, klopt... wel heel realistisch, maar ik zie alles op zich wel heel positief in. Dat je perfectionistisch bent, waardoor je met bepaalde bezigheden urenlang bezig bent. Klopt. Ik denk dat jij het best vervelend vond dat al je YouTube-vriendinnen een webshop... 1 van 2, ik weet niet wat ze daarna zei. Oeh, spannend. Nee, kijk. Christina begon met een webshop. En toen zij mijn webshop begon, had ik helemaal niet iets van ik wil ook een webshop. Ik heb het volgens mij wel eens verteld. Ik weet niet eens meer waarom ik een webshop begon... maar dat was volgens mij omdat ik een pakketje kreeg van een samenwerking. En dacht, hé, dat kan ik ook wel doen. En nou ja, zo is het een beetje begonnen. Maar daar is nooit iets lastigs mee geweest of wat dan ook. Het was ook weer gewoon super impulsief. In een week had ik een webshop. En dus ten eerste gingen mijn vriendinnen dat niet doen. Maar Christina was eerst. Zij had echt al heel lang het plan om een webshop te beginnen.
Dus dan zou ik eerder haar nagedaan hebben, maar dat is niet zo. Zo ziet zij dat ook totaal niet hoor. En toen heb ik zelfs tegen Rebecca gezegd in onze groepsapp van toen, ga ook een webshop beginnen. Want zij zit natuurlijk thuis en had er tijd voor en vond het ook heel leuk. Dus heb ik eigenlijk meer een beetje aangemoedigd. En Christina daarna ook. En toen begon het allemaal een beetje. En zolang je gewoon je eigen ding doet. En je elkaar lekker je eigen ding laat doen. En het gewoon leuk is. Is het echt helemaal geen probleem als je vriendinnen ook hetzelfde werk doen. Of concurrent zijn of wat dan ook. Dat je soms veel te goed bent voor andere mensen. Vroeger wel, tegenwoordig minder. Wat wel zo is, is dat ik te goed ben voor mensen die niet aardig tegen mij zijn. Dat merk ik wel heel erg in het leven. Ik vind het heel erg belangrijk om met iedereen leuk, goed overweg te kunnen. Wel in oppervlakkige zin. Dat je gewoon oké bent met elkaar. Maar ik ben altijd, als iemand onaardig tegen me is, geef ik iemand eigenlijk veel te veel kansen. En ben ik veel te aardig tegen die persoon. En daar zou ik best wel wat harder in mogen worden. Ik heb geen veronderstelling over jou, omdat ik het gevoel heb dat je volledig laat zien wie je bent. Er zijn natuurlijk dingen vooral die te maken hebben met anderen die ik dan niet deel of even niet laat zien. Maar ik ben inderdaad wel echt heel erg mezelf in mijn video's. En ik vind dat zelf ook wel gewoon een kracht van mijn weekvlogs, om dat maar eventjes zo uit te spreken. Dat ik gewoon mezelf ben, daar voel ik me ook het prettigst bij. Dus dat is gewoon een mazzel die ik heb, zo ben ik gewoon. En op die manier bouw ik ook een band met jullie op en dat vind ik heel erg leuk. Jouw blik lijkt soms dat je een dikke nek erbij bent, maar hoe je praat en doet in je video's, dat weet ik niet. Geen idee. Lief, hardwerkend persoon met het hart op de juiste plek, zich veel aantrekt van anderen. Ik vind de mening van anderen steeds minder belangrijk. Ik vind wel de mening van mensen van wie ik hou heel belangrijk. En ik heb ook best wel vaak met keuzes maken echt wel behoefte aan hun advies. Maar kleine dingen zoals dat ik body laat zien en zeg in mijn vlog, zijn jullie een vogelmens of niet? Verder helemaal niet vragen van, willen jullie hem zien? Maar ben je vogelmens, vind je het schattig? En als er allemaal reacties komen met, nee, ik wil hem niet zien, ik vind het irritant. Dan denk ik niet meer van, oké, ik ga body niet filmen, want mensen vinden het niet leuk. Nee, dan denk ik gewoon, ja, jammer, dit is mijn vlog. Dus dat heb ik gelukkig wel gewoon lekker geleerd. Ik denk dat je heel veel geld verdient. Ik denk dat ik het wel financieel goed heb, maar ik verdien echt niet heel veel geld. Maar ik heb natuurlijk gewoon meerdere inkomens en dat is super chill. Ik heb natuurlijk altijd gewoon mijn vaste inkomen van 4 dagen in de week werken als leerkracht. Dus dat is heel fijn. En dan heb ik er ook nog 2 andere banen naast. Webshop levert nu niet veel op, maar kan veel gaan opleveren. Maar ik heb het prima qua geld. Ik kan gewoon lekker doen wat ik wil, waar ik zin in heb. Ik had wat gespaard waardoor ik hier mijn huis helemaal mooi had kunnen maken. Maar ik zou niet zeggen dat ik veel, ja, veel weet je, in vergelijking met anderen misschien wel. Maar niet dat ik denk, oh, ik zit nu al helemaal op het doel qua hoeveel geld ik later wil verdienen. En ik zou een gezin kunnen hebben en onderhouden nu met wat ik verdien. Nee, dat niet hoor. Dat je heel materialistisch bent. Niet per se dure dingen, maar dat je graag veel spullen wil hebben. Is sinds ik een webshop heb zo erg afgenomen. En dat zul je ook wel zien in mijn vlogs. Ik shop bijna niet meer. En dat is gewoon heel lekker, omdat ik die shopdrang of die passie om leuke nieuwe dingen te kopen nu gewoon in mijn webshop stop. Dus ik heb dat echt totaal niet meer. Maar dat was ik wel heel erg. Ik wilde altijd spulletjes kopen. Heel irritant. Je bent begonnen aan YouTube omdat je dacht makkelijk geld te verdienen. Nee, ik was begonnen aan YouTube omdat ik auditie had gedaan voor K3. Ik zocht K3. En dat alweer mijn zoveelste auditie was voor iets. En ik weer niet werd gezien en dacht, hé, hey, ik ga op YouTube. En daar kan ik helemaal doen wat ik zelf wil. En ben ik niet afhankelijk van of iemand mij leuk vindt of mij wil hebben in serie of in een auditie of wat dan ook. Dus daarom ben ik met YouTube begonnen. Ook super impulsief. Volgens mij dacht ik het, was ik afgewezen. Dag erna dacht ik het. Ochtend erna zat ik hier een video te maken met de webcam van mijn laptop. Zo ben ik gewoon. Dat je gewicht slash je figuur je heel erg dwars zit. Het kan mij heel erg dwars zitten. Wat ik al zeg, zodra ik 1 kilo lichter ben, voel ik me weer helemaal happy. En voel ik me weer meer mezelf. Maar het is meer dat ik gewoon, weet je, er zijn mensen met body positivity en blablabla en geloof daarin. Maar ik voel mij niet lekker op een bepaald gewicht. Dus zit het me dwars als ik dat bepaalde gewicht heb en doe ik daar wat aan. En als dat dan niet werkt, is dat nog frustrerender. Maar ja, dat kan me inderdaad heel erg dwars zitten. Dat je snel zegt wat je denkt zonder erbij na te denken of het wel handig is wat je zegt. Nou, daar had ik net dus wel wat over gezegd. Ik praat wel lekker vlot en spontaan en dit en dat. Maar als het iets is waarbij ik moet nadenken of ik dat wel kan zeggen, dan kan ik dat echt wel heel erg goed. Je bent soms best onzeker en wil daarom zo graag vrienden zijn met YouTubers zoals Lotte. Nee, mijn onzekerheid zit totaal niet in mijn vriendschap of in het sociale gedeelte van mijn leven. Totaal niet. Heb ik nu al een beetje verteld. Nee, zo ben ik gewoon helemaal niet. Ik weet niet wat ik er verder over moet zeggen. Ik denk dat je behoorlijk vol van jezelf bent als ik zie hoe je naar jezelf kijkt in de camera. Nee,
wat ik al zeg, ik kan onzeker zijn. Ik kan ook op een moment weer heel zeker zijn. Ik vind mezelf een leuk persoon. Ik vind dat ik er soms heel goed uitzie. En soms vind ik dat ik er slecht uitzie. Soms vind ik dat ik doms iets heb gedaan of irritant heb gedaan. Ik ben gewoon heel normaal daarin. Ik ben niet super onzeker, niet super zelfzeker. Ik ben gewoon zelfbewust. Wat ik ook soms zeg van, oh, ik zie er nu echt goed uit, weet je wel. Of, oh, ik zie er nu echt niet uit. Gewoon best wel extreem misschien daarin, maar ja. Dat je het soms lastig vindt om mensen uit te laten praten. Ja, dat vind ik soms lastig. Ik luister echt, maar ik wil altijd heel graag mijn eigen zegje doen. Ook door enthousiasme. Dat ik gewoon door wil. Oh, weer eentje. Dat je veel oppervlakkige vriendschappen hebt en eigenlijk redelijk eenzaam bent. Nee dus. Niet oppervlakkig. Ik ben zeker niet eenzaam. In het verleden moest ik juist van mezelf wat meer met mijn vriendinnen omgaan. Omdat ik gewoon zo erg met mijn eigen ding thuis bezig was. Dat ik weinig de deur uitging. Maar ik heb me eigenlijk bijna nooit eenzaam gevoeld. Ja, toen ik heel erg moest studeren en hier woonde. Niet nu, maar 2 jaar geleden. En eigenlijk de deur niet uitkom, want ik zat alleen maar te studeren. Toen voelde ik me heel erg eenzaam. Maar dat was meer omdat ik niet mocht afspreken. Omdat ik aan mijn school moest. Maar ik voel me eigenlijk nooit eenzaam. Ik heb echt heel veel leuke mensen om me heen. En vaak, als we niet afspreken, ligt het aan mij. Omdat ik weer te druk ben. Heel irritant. Dus... Ja, nee. Ik ben zeker niet eenzaam. Dat je hele kortdurende vriendschappen hebt. Ik snap dus wel waar dit vandaan komt. Eigenlijk mijn beste vriendinnen, Linda, ken ik 11 jaar. En mijn andere vriendinnen ken ik sinds halverwege eind middelbare school. En ik heb juist eigenlijk niet echt kortdurende vriendschappen. Ik ben wel heel erg kritisch in het sluiten van nieuwe vriendschappen. Ik heb wel, en ik weet dat sommige mensen dat beeld ook van me hebben, dat ik me in een vriendschap best wel snel op iemand kan storten. Ik kan heel snel denken van, oh, dit is echt een perfecte nieuwe leuke vriendschap. En ik heb mijn soulmate gevonden en dit en dat. En dan kan ik daar wel heel snel blij van worden. En dat ik dan even bij mezelf moet denken van, even rustig aan, weet je. Je kent deze persoon nog niet heel goed. Weet je, wat moet je als je een vriendschap bent aangegaan en je komt er eigenlijk achter dat iemand je... Dat is ook misschien een tip voor jullie. Als iemand je heel weinig energie geeft en heel veel energie uit je trekt. Heel veel van je verwacht wat je helemaal niet hoort te doen. Of op die manier. Een beetje, weet je, mensen zeggen vaak toxic friends en ghost friends. Blablabla. Dat vind ik allemaal een beetje overdreven. Maar kijk, drama heb je in elke vriendschap. Ik heb drama, mijn vriendinnen hebben drama, dan beter voor elkaar. Dat zijn juist momenten, de fijne momenten dat je echt merkt van wij zijn vriendinnen. Maar als een vriendschap alleen maar drama oplevert en je denkt van, oh, ik wil het eigenlijk helemaal niet. Dat je daar gewoon een soort van een punt achter moet zetten. En dat is heel erg moeilijk om te doen. En ik denk dat je dat eigenlijk ook wat op een bepaalde leeftijd misschien kan. Juist omdat ik dat soort vriendschappen dus niet wil. Ik wil dat je elkaar wederzijds energie geeft, dat je van elkaar houdt. En ja, dat je gewoon echt vriendinnen met elkaar bent. Dus wat was de vraag ook alweer? Ik weet het niet meer. Dat je koopziek bent. Ik snap best wel dat mensen dat beeld hadden. Want ik was natuurlijk echt extreem in shoplogs. En dat had ik net eigenlijk ook wel verteld. Ik hou wel echt van spullen en dingen kopen. En nieuwe dingen ontdekken en laten zien en dit en dat. Dat is ook echt een van de redenen dat ik een YouTube kanaal begon. Omdat ik vroeger altijd naar vriendinnen hele shoplogs stuurde. En ja, ik vond het heel leuk om dat op camera te kunnen doen. Maar sinds ik een webshop heb, is dat echt wel... Ja, zit dat in mijn webshop. En ik denk wel echt goed na over de keuzes die ik maak voor mijn webshop. Maar dan kan ik dit soort leuke dingen kopen voor mijn webshop bijvoorbeeld. Dus dat heeft heel goed uitgepakt voor mij. We zijn er bijna doorheen. Ik heb wat vragen over. Ga je nog met Rebecca om? Rebecca en ik gaan eigenlijk niet meer met elkaar om. Wat het is dat, want ik heb hier ook een vraag met... Blijkbaar heb je ruzie met Rebecca en praten jullie niet meer met elkaar. Wij hebben echt geen ruzie. Het is ook zo dat, wat ik eigenlijk net ook al vertelde, je hoeft geen ruzie te hebben om iemand niet meer te zien of om iemand minder te spreken. Daar hoef je geen ruzie voor te hebben. Daar kun je juist ook allebei volwassen voor zijn en allebei inzien van oké, dit is gewoon prima, dit loopt zo, dit verwatert, dit, we hebben een beetje de vriendschap bekoeld. Dit en dat. Ik snap dat het verwarrend is voor mensen dat wij nu niet meer samen zijn. Dat is gewoon hoe het leven loopt. Niks aan de hand. Niks spannend. En ja, nogmaals, er hoeft geen ruzie te zijn als je iemand niet meer ziet. Ik bedoel, je hebt gewoon mensen in je leven die je niet meer veel spreekt. Waar je geen ruzie mee hebt. En dan was dat het. Ik ga de video weer afsluiten, want ik ga lekker lunchen met 2 vriendinnen. En geen oppervlakkige vriendschappen. En het was het ook wel. Ik denk dat ik heel veel vragen heb beantwoord. Laat me weten of je het leuk vond. Doe dan even je duimpje omhoog.
En misschien neem ik nog eens een video op. Laat het vooral weten of je dat leuk vindt. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie bij een volgende week vlog of op Instagram.